Dit schilderij is geschilderd door Adi van der Boom, een boerderij in Rolde, omstreeks 1927. De situatie is gewoon heel anders. Vandaag de dag is er ontzettend veel weer bijgebouwd en wat er dan. En vroeger ook gewoon niet stond, daar kun je er helemaal geen idee van natuurlijk. De boerderij van de schilderij, daar staat hij niet meer. Daarvoor in de plaats gekomen is dus deze boerderij gekomen. En die boerderij is gezet in 1927. En plus minus 1927 heeft Arie van der Boom die boerderij geschilderd, voor de afbraak nog. Ja, alles is anders. Die boom die staan hier niet meer. En dus, ja, dat is al, ja, hoe lang is dat geleden? Dat is nog 100 jaar geleden. Dus ik bedoel, de situatie is gewoon, ja, gewoon geheel anders. Nou, Arie had een hekel aan de moderne tijd. Het was echt een man van de natuur en die mocht graag dus de natuur schilderen. Hij is naar Drenthe toegegaan, in 1915 is hij naar Rolde toegegaan. En dus in 1961 is hij dus in Rolde overleden, dus hij heeft in Rolde veel geschilderd. Maar hij ging ook veel met zijn vrouw, Jet, waar hij toen mee getrouwd was, op de Tennem ging ze erop uit om te gaan schilderen. In het veld en waar, ze dan, ja, waar hij dan ook wel schilderen kon. En toen is hij dus later, is hij dus, Jette was zijn vrouw dus waar hij dus mee getrouwd is. En nou ja, goed, die mensen die kregen toen financieel, Arie van der Boom kreeg het toen eigenlijk financieel beter voor de hand. Hij hoefde geen broodschilder meer te zijn voor zijn schilderij, maar hij kon dus een beetje ontplooien en zijn vrije tijd echt besteden aan zijn schilderswerk. En dit grote schilderij wat hier dus van gemaakt is, dat was heel uniek, maar daar had hij dus nu ook de tijd voor om dat schilderij te maken. En daar heeft hij ook ontzettend lang heeft hij daar aan gewerkt. Hij hield van de natuur en het was een realistische schilder. Hij schilderde dus een beetje naar de werkelijkheid en hij legde de geschiedenis eigenlijk een beetje vast voor het nageslacht, voor ons. En daar zijn we dus ook erg dankbaar voor, omdat verder is er weinig documentatiemateriaal van. En de schilders, de goede schilders, dus, die hebben er dus allemaal vastgelegd op de schilderijen. En zodoende hebben we dus ook een stukje geschiedenis van vroeger.